Dus let's go. Ik kan... Oh, kut. Nee, nee, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Yo, kijkers van Doema Gamen. Super awesome dat jullie er allemaal weer zijn. En dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe aflevering van Far Cry 4. Hier op mijn gamekanaal Doema Gamen. Mijn naam is Job en ik ben weer teruggekeerd met een nieuwe aflevering van Far Cry 4 hier op mijn gamekanaal Doema Gamen. En ik heb persoonlijk weer... Hey, meisje. Oh, jij bent een iets lelijker muisje dan ik had gedacht. In ieder geval, ik ben weer teruggekeerd met een nieuwe aflevering van Far Cry 4. Dit is alweer de derde aflevering op mijn gamekanaal Doema Gamen van deze Let's Play. En ik heb er uiteraard weer een hele hoop zin in om deze nieuwe video voor jullie te gaan maken. En zoals gewoonlijk hoop ik natuurlijk dat jullie er allemaal weer heel erg veel zin in hebben om deze nieuwe video van mij te gaan kijken. Als jullie deze video dan nu al leuk vinden, wordt een like natuurlijk op prijs gesteld. Je moet natuurlijk alleen een like achterlaten als je de video ook daadwerkelijk leuk vindt. Niet alleen omdat ik het zeg, want ik wil natuurlijk wel zeker weten dat jullie het ook echt leuk vinden. En ja, dat dus. In ieder geval, ik zag dit de vorige aflevering nog niet eens. Ik zag het tenminste op de map staan. Alleen, ik was er nog niet echt naartoe gelopen. Maar dit is dus een soort van... Ja, ik kan het wel een soort van Batman-achtig item noemen. Dat gebruikt Batman geloof ik ook. Ik weet het momenteel even niet zeker. Maar dat is dus een soort van ding dat je op je rug kan zetten. Of waar je eigenlijk overheen kan leunen. En dan vlieg je als het ware een soort van berg af. En dan heb je dus het idee dat je aan het vliegen bent. Dus eigenlijk gewoon een soort van onoverdekte vliegtuig. Zo kun je het eigenlijk wel zien. En die gaan wij dus nu proberen te gebruiken. Dus houd F ingedrukt om aan boord te gaan. Ik ben heel erg benieuwd of dit lukt. Ik kan eigenlijk al niet omgaan met een squad. Laat staan met dit ding. Maar we zullen het waarschijnlijk wel zien. Dus let's go. Ik kan... Oh, kut. Nee, nee, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. En dat is dus de reden waarom je mij beter geen equipment kunt geven in Far Cry 4. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik daar gewoon legit in één keer kon komen. Maar schijnbaar bleek het iets minder waard zijn. Waarom heb ik eigenlijk niet gewoon het touw gebruikt? Echt fucking duidelijk hangt daar gewoon het touw waarmee je naar beneden komt komen. En wat denk ik? Oh ja, YOLO boys. Ik pak gewoon even dit rare vliegding. Waardoor ik dus nu een klein beetje de lul ben. Ik kan hem nu trouwens ook niet meer gebruiken, zie ik. Tenzij die natuurlijk hier op de rand staat. Maar daar staat hij niet. Dus ik zal maar even proberen rustig naar beneden te komen. Wat voor mij ook een beetje raar klinkt. Want ik ben namelijk niet de beste als het gaat om rustig op een bepaalde plek komen. Ik zie daar in ieder geval verderop wel een hele mooie blauwe auto staan. Die eigenlijk niet van mij is. Maar ik zou Job van Doe Maar Gamer niet zijn als ik die auto niet gewoon lekker zou gaan claimen als het ware. YouTube die claimt ook bijna alles. Dus ik claim lekker deze auto. Lekker puh. Nee. Maar ik kan deze auto wel goed gebruiken. Ik ga eerst even hier binnen kijken als dat mogelijk is. Het is een overval. Dit is de meest anticlimax overval die ik in tijden heb gezien. Oké, doet er even niet aan toe. Ik ga heel even kijken of ik hier nog iets kan claimen. Of ik hier nog iets kan stelen. Wat is dat dan? Hallo, ben jij een onschuldige burger of niet? Daar kunnen we maar op één manier achter komen. Nee, weet je, dat doe ik niet. Ben jij een onschuldige burger? Ik hoop het wel. Hé, ik kon F indrukken, stond er net. Hou F ingedrukt om te ruilen. Oh, dat is in principe wel gunstig. Nieuw wapen vrijgespeeld. De AK-47. Oké dan. Nieuw wapen vrijgespeeld. De Sixer. Even kijken, munitie aanvullen. Er staat er gewoon 20% korting, alsof het een soort van Telcel-verkoper is. Heb jij een geweer nodig om elke soldaat dood te schieten in deze regio? Koop dan nu de doodschieter. Voor maar 40 euro met 20% korting. Oh, oké, doe mij er maar 2 van. Nee, jij koopt er 3. Anders komen we je namelijk in je slaap vermoorden. Oké, dat is best wel eng. Dat weet ik. Wij zijn eng. Dat is ook ons motto. Eng zijn we en op die manier verkopen we alles. Nou ja, doe er even niet aan toe. Kopen en aanpassen verkopen. Nee, we gaan kopen. Ik wil, holy shit, 10.000 voor een medische spuit. Ik ga op het station staan in Amsterdam en ik heb het voor 10 euro. Flauwekul dit. Fuck jou, weet je. Fuck jou, bitch. Fuck jou. Oh kut. Zijn dat goede rikken? Zeg alsjeblieft dat dat goede rikken zijn. Hey, bitch, ik see you later of zoiets. Dat klonk echt heel raar. Ik see you later. Ik heb een quad! Boom! Dood geen onschuldige burgers. Daar ben je een klein beetje laat mee, want hij ligt daar namelijk met al zijn spullen. Het zou best wel episch zijn als we hem nu ook echt zouden kunnen beroven. Zou dat kunnen? Zal ik het even proberen, want voor hetzelfde gaat kan het. Want we hebben hem nu natuurlijk wel doodgemaakt. Heel even kijken of dat kan. Kan dat? Ja, dat kan. Oh, nice. Dus je mag eigenlijk geen onschuldige burgers vermoorden. Hebben we nu letterlijk al zijn spullen weten te krijgen? Want er stond namelijk inventaris. Ik weet niet of we nou letterlijk zijn hele inventaris hebben weten te krijgen. Als dat het geval was, hebben we misschien wel echt superveel shit weten te krijgen. En ik zag er al een of andere vogel op afkomen. Dus waarschijnlijk zitten de vogels al een beetje op hem te geilen als het ware. En die hebben hem denk ik graag in hun buikje. Maar ja, ik ga even lekker op mijn quad proberen zo snel mogelijk bij de uitkijktoren te komen. Zonder enige kleren scheuren. Wat waarschijnlijk wel heel moeilijk gaat worden. Hé, hier, bitch! Oh mijn god, Job op mijn quad. Dat kan vrijwel niet goed gaan. Toch doe ik het. Ik hoop dat ik ook gewoon veilig boven kan komen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Als ik nou gewoon de automatische piloot aan zou zetten, dan was ik gewoon waarschijnlijk wel veilig boven gekomen. Maar dat heb ik niet. Come on. Oké, ik ben bijna boven, heb ik het idee. Ik maak wel een klein beetje een omweg, maar dat doet er even niet naartoe. Ik ben alleen al blij als ik überhaupt boven kom, mij kennende. Oh shit, oké, zijn we er? Ja, we zijn er. Oké, ik stap even af of zijn we er niet? Oké, nog 200 meter. Waarschijnlijk zitten we nu wel op de goede hoogte, dus dat scheelt.
Ik moet wel even F ingedrukt houden, want dan kan ik namelijk heel even van de kwad afstappen. En ik zou heel even hier binnen kijken of hier binnen misschien nog iets handigs te vinden is. Ik heb namelijk het idee dat hier ook wel wat dingen liggen. Ik zie hier een heerlijk glaasje. Die we gelukkig wel kapot konden maken. Want in Far Cry 4 was het, of in Far Cry 3 was het zo dat je zo nu en dan gewoon glas en dat soort dergelijke helemaal niet kapot kon schieten. Dat vond ik altijd een klein beetje raar. Maar dat kan nu schijnbaar dus wel. Ik ga heel even de boel een beetje onderzoeken. Want voor hetzelfde geld zit er nog wat handen in. We hebben een zilveren armband gekregen. Ter waarde van 7000 Kairat munten als het ware. En we moeten dus kunnen, ja, we moeten dus proberen helemaal bovenop die toren te komen daar. Ik weet alleen even niet of wij daar een... Pak de grijphaak. Ja, maar waar zit de grijphaak dan? Oh, die zit hier. Of niet? Is het de grijphaak? Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ja, toch? Nee, dat is hem niet. Pak de grijphaak. Ja, maar de grijphaak die zit helemaal daar aan de overkant, toch? Of niet? Ik geloof het eerlijk gezegd wel. Ik zou eigenlijk niet weten waar we een grijphaak zouden moeten pakken. En waar we die vandaan zouden kunnen krijgen. Dus wat ik ga doen, is ik ga heel even kijken of wij op de juiste plek kunnen komen zonder kleren scheuren. Wat mij in principe best wel moeilijk lijkt. Want ik ken mezelf namelijk in games als deze 9 van de 10 keer als ik op een hoge plek wil komen. Of ik wil van een hoge plek naar een lage plek gaan. Hé, hey, vogel, neem een kogel. Boef. Kut. Kut. Er zitten hier een aantal vijanden van ons. Kunnen we hier bovenop komen? Nee, we kunnen hier niet bovenop komen. Oké, dan moeten we dat even anders aanpakken. Want er zitten namelijk wel een aantal vijanden achter ons aan. En we moeten natuurlijk wel uitkijken dat we ze juist niet dood worden gemaakt. Ik wist namelijk niet dat ze die kogelschoten van een afstand ook daadwerkelijk konden horen. Maar schijnbaar is dat wel het geval. Ik ga dus heel even kijken of ik via dat touw naar boven zou kunnen klimmen. Dat zou namelijk heel erg mooi meegenomen zijn. Maar eerst... Oh, daar zijn ze. Zijn dat ze? Nee, toch? Wat is dat nou? Is dat een auto of iets dergelijks? Hoe kom ik nou weer boven? We lopen nu namelijk naar het noorden toe. En ik geloof dat ik de vorige aflevering hoorde dat het noorden totaal niet veilig was. Wow, what the fuck was dat? Mag ik die villen? Schrok jij daarvan? Schrok jij daarvan? Kja, hokja, dat vind ik ook. Ja, zeker weten. Je hebt helemaal gelijk. Oké, niet help, jong. Ik hoor bij jou. Ik heb alleen maar een mes in je middenrift gestoken. Dat was gewoon een vriendschapsklopje. Net zoals een leraar bijvoorbeeld bij je doet. Wanneer je een 10 haalt, dan doet hij even zo. Niet dat ik ooit een 10 haal, maar ik bedoel, maar dat zie ik wel vaak bij anderen. Dan doet hij zo'n schouderklopje, weet je. Maar nou, dat deed ik ook even. Alleen omdat ik natuurlijk modern ben, doe ik dat schouderklopje uiteraard met een mes. Ik bedoel, voel je goed. En geef een schouderklopje met een mes zoals het moet. En waar moet ik hier niet bovenop klimmen dan? Ja, pak het grijphaaktouwding. Maar hoe de fuck moet ik nou weer. Hoe kom ik daar bovenop? Gewoon legit. Hou je back, wife. Ik word allemaal gek van je. Nou ja, ik probeer wel even bovenop te komen. Dit is namelijk een drama eerste klas, jongens en maatjes. Sorry dat ik het zeg. Maar ik ben gewoon niet de beste als het gaat om klimmen en dat soort dergelijke. Dus vandaar moet ik een klein beetje uitkijken met hoe ik boven... Wat de fuck is dat nou weer? Zo, hé. Wow, een busje. Oké, dan. Hartstikke leuk om te zien. Kunnen we via dit ding boven komen? Ja, maar dit zijn fucking vlaggetjes. Hoe de fuck wil je via vlaggetjes nou weer naar boven komen? Dat is toch logisch dat dat niet werkt? Wacht even, misschien is dat gele puntje wel gewoon de grijphaak waar we naartoe moeten. Ik weet het anders ook niet, jongens en meisjes. We zullen het wel zien. Want ik ben persoonlijk niet iemand die... Ik moet gewoon een beetje inkomen, weet je. Dit was de derde aflevering van Far Cry 4. Dus verwacht niet dat ik nu in één keer de meest professionele Far Cry 4 speler ben die jullie ooit hebben gezien. Word ik waarschijnlijk nooit. Ik doe het gewoon lekker op mijn eigen manier. En soms pakt dat goed uit. Soms pakt dat zeg maar niet zo goed uit. Ligt een beetje aan het scenario waar ik mij in bevind. Maar ik loop nu in ieder geval wel op het gele puntje af. Dus ik hoop dat dat ons gaat helpen. Ik zie daar in ieder geval wel... Ja, oké, we zijn er. Oké, dat is mooi. Ik was al heel even bang dat het me niet zou lukken namelijk. Wat is dit? F. Oh, daar kun je natuurlijk mee schieten. En op die manier kun je dan ergens bovenop komen. Fucking episch. Oké, dan. Bereik de klokkentoren. Boom. Oké, nice. Dus nu moeten we proberen op deze manier boven te komen. Als ik nu op C klik, dan laat ik mezelf los. Wat mij natuurlijk niet een heel erg handig idee lijkt. Want dan laat ik mezelf waarschijnlijk van een enorm hoge hoogte vallen. Pak het grijptouw ding. Haak. Ik weet niet wat ik moet voorstellen, maar het is in ieder geval iets met punten eraan. Nee, dat wou ik helemaal niet. Ga naar boven, lul. Ik dacht van ik moet die grijphaak terugpakken. Maar schijnbaar kan dat helemaal niet, of wel? Oh nee, gebruiken. Sorry, ik keek weer eens een keertje niet goed, jongens en meisjes. Heb ik ook vaak met toetsen bijvoorbeeld. Dan lees ik het niet goed. Dan denk ik van, oh joh, ik begrijp het wel. Dan lees ik net één woord niet goed, waardoor ik het dus verkeerd doe. Oké. Let's go. Deze gaat waarschijnlijk ietsje gevaarlijker worden, want bij deze... Jongen, ik zal het in het echt gewoon nooit doen, want waarschijnlijk breek ik gewoon mijn benen, omdat ik namelijk veel te hard naar voren swing. Als een of andere nep Tarzan, als het ware. Drie, twee, één... Oké. Dit is pittig ongemakkelijk. Dit is heel pittig ongemakkelijk. Waar zit ik? Zo. Oh, nu kan ik er waarschijnlijk wel bovenop komen, of niet? Come on, stijg.
Ik moet namelijk proberen hier bovenop te klimmen. Ik weet alleen niet of dat kan. Waarschijnlijk wel. Ja, nu is het me wel gelukt. Oké, dan. We zijn namelijk al aardig dichtbij de plek waar we moeten zijn. We moeten namelijk op 84 meter hoogte moeten we zijn. Dus laat ik het even op de... Waarschijnlijk kan ik hier niet naar boven komen. Dit lukte namelijk net ook niet op een of andere vage manier. Hopelijk lukt het nu wel. Lukt het? Nee. Wacht even, waar moet ik dan? Oh, ik zie het al. Oh, dat ging bijna verkeerd, jongens en meisjes, zoals jullie konden zien. Ik viel bijna de afgrond in. Dat was waarschijnlijk niet goed uitgepakt. Oké, we zijn nu in ieder geval weer iets... Oh, wat was dat? Oh, die vind ik ook wel vet in principe om te hebben. Ik ga gewoon even alle wapens ga ik minimaal even één keer gebruiken. En stel voor, ik denk dan achteraf van... Nou, ik vond die ene toch fijn. Dan kan ik die natuurlijk later altijd nog terugpakken. Maar ik vind het altijd leuk om gewoon de ene keer dat wapen te gebruiken... en de andere keer dat wapen. Omdat ik namelijk wel hou van een klein beetje afwisseling. Ik neem aan dat we... Wat? Wacht, wat? Hoe? Oh, daar. Ik was al een beetje aan het kijken van... Hè, waar moet ik nou mee naartoe dan? Ja, oké dan. Ik neem aan dat we via deze kant wel gewoon helemaal naar boven kunnen. Nee, het kan ook niet, of wel? Gaat dat lukken? Nee, dat gaat niet lukken. Oké, dan moeten we naar de overkant toe. Kunnen we niet gelijk naar die kant toe schieten? Ja, dat kan wel. Ik wou net zeggen. Dat is veel beter, want dan hoef je namelijk niet eerst weer beneden te komen als het ware. Ja, ik ga heel even kijken. Ik zie namelijk allemaal verschillende soorten icoontjes hierboven op deze berg staan. We zijn in ieder geval legit bij de toren gekomen, dus zonder enige problemen. Verwoest bij één korver om vijanden uit de buurt te doden. Oh, dat zijn vijanden. Dat wist ik niet eens, joh. Kan ik hem elimineren? Ik denk het eigenlijk wel. Ik kan ook proberen een headshot te maken, maar het lijkt me wel wat veiliger als we hem gewoon even elimineren. Zo, dat is weer één soldaat minder. Zijn ze hier ook of niet? Hier zitten ze waarschijnlijk wel ergens verstopt. Maar waar ze verstopt zitten, dat weet ik niet. Klokkentorens. Bereik de top van de klokkentoren. Klokkentoren om pagan minst propaganda signaals te kapen. Propaganda, dat is geloof ik dat je aan een bepaalde groep mensen allerlei informatie doorstuurt als het ware. Dat is tenminste wat ik ooit heb gehoord. Of het ook daadwerkelijk zo is, dat weet ik niet. Laat het hier beneden maar even weten in de reacties anders. Bevrij de klokkentorens, verwijderen de mist op de kaart. Bieden toegang tot gratis wapens en zorgen voor nieuwe optionele opdrachten. Ik ga uiteraard proberen deze game volledig uit te spelen. Dus elke opdracht wil ik het liefst minimaal één keer doen. Dat lijkt me ook enigszins wel logisch. Want op die manier, ja, minimaal één keer en ook maximaal één keer. Ik ben namelijk niet van plan om opdrachten vaker te doen. Tenzij het natuurlijk de eerste keer mislukt, dan ben ik er natuurlijk wel toe gedwongen om opdrachten vaker te doen. Anders kan ik namelijk niet verder komen in de game. Maar dat zullen jullie waarschijnlijk wel begrijpen. Ik ga even kijken wat hierboven is, want we moeten namelijk klokkentorens activeren om propagenda af te luisteren, om gratis wapens te krijgen, om mist te verwijderen van de kaart, zodat we precies alles kunnen zien en al dat soort dergelijke. Ik weet alleen even niet waar ik momenteel ben. Ik weet eigenlijk ook niet echt wat ik hier moet doen. Kut. Come on. Wat is dit? Ik wou net zeggen, hoe vaak moet ik hem wel niet raken voordat hij dood is, joh? Hoe kom ik hierboven? Hoe de fuck kom ik hierboven? Via die trap. Oké, dat was niet de manier van boven komen die ik in mijn gedachten had. Dit was namelijk meer de manier van naar beneden komen. We gaan het nog een keer proberen. Ze hebben ons namelijk momenteel wel door. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze zometeen een of ander vaag alarm gaan lopen luiden. Anders zit ik natuurlijk helemaal met een probleem. Waar moet ik naartoe? Ik moet denk ik langs die ledge. Nee, dat kan niet. Hè? Maar ik moet toch proberen boven te komen, zou je zeggen. Even kijken. Waar is de plek waar ik naartoe moet? Ik moet daar naar boven toe. Hoe de fuck kom ik legit boven? Oh, wacht. Ik zie het denk ik al. Ik zie het al. Ja, ik zag het al. Ik moest namelijk eerst via de buitenkant. Ik hoor echt allerlei mensen schieten. Wat niet echt een veelbelovend gevoel is. Of een veelbelovend geluid. Want ik heb namelijk het idee dat we met z'n allen zo met een keihard doodgaan. Oké. Via deze kant kunnen we naar boven klimmen. Hoppakee. Ik moet natuurlijk wel een beetje goed in de gaten houden waar al die blauwe touwen zich bevinden. Want via die blauwe touwen kan je namelijk klimmen als het ware. Oké, let's go. Ik ben een hele lenige en acrobatische man. Zoals jullie tot nu toe al wel hebben kunnen zien. Un momento hoor. Hè? Ja, ik moet naar boven toe, dat snap ik, maar... Oh, hier, dat zijn dus dingen die moet je natuurlijk van tevoren wel weten. Anders lukt het natuurlijk allemaal niet. Oké, nou, tot nu toe gaat het goed. Je moet dus gewoon een beetje blijven uittesten. En uiteindelijk krijg je wel door wat je waar moet doen. Waarschijnlijk kun je dus ook gewoon schoppen. Kun je ook een low kick doen? Boom. Even kijken. Nee, ik wil een low kick doen. Kan ik niet schieten? Ah, net deed ik het wel. Oké, dan, nu schijnbaar niet meer.
We moeten dus proberen helemaal bovenaan de klokkentoren te komen. Want op die manier kunnen we namelijk mist verwijderen. En al dat soort dergelijke. Dus eigenlijk gewoon belangrijke dingen die we moeten doen. Om verder te komen in de game. Om nieuwe missies te unlocken. En ook om nieuwe wapens te unlocken die we dan uiteindelijk weer kunnen kopen. Voor wanneer we bijvoorbeeld een keer een minigun nodig hebben. Of voor bijvoorbeeld een keer een ander wapen speciaal voor een bepaalde missie. Dus dat is natuurlijk hartstikke handig. Even kijken waar ik momenteel naartoe moet. Ik ben bovenaan de klokkentoren gekomen. Heel even kijken wat hierin zit. Ik neem aan dat hier iets handigs in zit. F. Ik ben gewend om eten te doen. Ik weet niet waarom. Een zakmes. Nou, kijk eens aan. Oh, we kunnen nog hoger komen, zie ik. Nee! Kutzooi! Nee! Nee, nee, dat was niet de bedoeling. Oh, Job toch. Wat doe je nou weer, joh? Hé, hey, hier. Ik moet het even ergens op afreageren. Het spijt me. Shit, waarom deed ik dat? Op een of andere manier dacht ik, hé, het is blauw. Dat zou waarschijnlijk wel weer een touw zijn waarmee ik boven kan komen. En schijnbaar was er dus een touw waarbij ik juist weer naar beneden toe ging. Oh my god. Look at her butt. Nee, niet look at her butt. Dat is kut. Oké, hoe ga ik nou weer boven komen? Denk na, Job. Dit was echt de ultieme blunder gewoon. De ultieme blunder van het jaar. Maar dat doet er even niet aan toe. Ik weet namelijk nu wel hoe ik boven kan komen. Dus waarschijnlijk gaat het nu veel minder tijd kosten dan dat het eerst kostte. Oh, dat is echt zo dom, jongens en meisjes. Hoe kan ik dit nou weer voor elkaar krijgen? Dit is ook weer een typische Job-actie, hè? Gewoon, hé, een touw, laat ik er tegenaan gaan springen. Oh, shit, hij gaat naar beneden. Nu moet ik dat hele type stuk weer opnieuw doen. Hé, vogeltje, ik moet het even op iemand afreageren. Dus waarom niet op dat vogeltje? Kan ik die ook villen? Pff, schijnbaar niet. Ik denk van lekker chicky, letterlijk en figuurlijk. Maar schijnbaar kan ik daar helemaal niets mee. Ja, ik ga dus weer even proberen boven te komen. Zeg maar alsjeblieft dat dat geen vijanden zijn. Oké, schijnbaar waren dat geen vijanden, maar waren dat medeburgers. Niet dat medeburgers voor mij geen vijanden zijn. Want 9 van de 10 keer wanneer ik een medeburger op zich tegenkom, dan vermoord ik hem. Wat ik vanaf nu niet meer ga doen, want ik moet natuurlijk wel aardig blijven tegenover mijn medemens, om het even zo te zeggen. Ook al zijn de onderdanen van Pagamin natuurlijk ook een soort van mijn medemensen. Maar dat zijn slechte medemensen, als het ware. Kutzooi, missie mislukt. Dit zuigt. Gewoon puur om het feit omdat ik niet aan het opletten was. Ik had gewoon moeten opletten. Ik had niet naar beneden moeten springen op de plek waar ik juist niet naar beneden moest springen. Of ben ik er nu weer? Oh lol, ik ben er nu gewoon weer. Beter dat de missie mislukt is. Ik pak mooi deze weer. Ja, ja, dit geloof ik allemaal wel. Ik weet nu namelijk precies hoe ik boven moet komen. Dus dit gaat niet al te lang meer duren. Ik moet via deze kant moet ik naar boven toe. Dan moet ik... Oh yeah! Oké, die moet ik dus niet meer gebruiken. Anders gaat het zo meteen weer verkeerd. Welke kon ik ook weer nog meer kapot schieten? Ik geloof hier toch ergens. You know what it is. Black and yellow, black and yellow. Wacht even hoor. Oh, fuck. Kut, kut, kut. Wat doe ik allemaal? Kut. Ik dacht dat je dood was, lul. Moet je niet doorgaan? Klopt niet. Dat is tegen de natuurwetten in. Oké, nice. Hier moet ik naar boven. Ik weet nu gelukkig hoe ik boven moet komen. Ik moet alleen uitkijken dat ik nu geen domme fouten meer maak. Want dat ging net namelijk wel zo. Zo, oké dan. Oké, nice. Het gaat tot nu toe aardig goed. Ik ben geloof ik bijna boven. Hier even naar boven klimmen. Tot nu toe begin ik al een beetje door te krijgen hoe deze game in zijn werking gaat. Zonder dat ik het aan het verneuken ben. Wat best wel knap voor mij is. Omdat ik namelijk in dit soort games altijd wel vaak fouten maak. Zoals jullie net ook konden zien. Ik gebruikte namelijk een touw die mij juist weer naar beneden hielp. Namelijk dit touw. Hier ben ik nog niet geweest, of wel? Jawel, hier ben ik wel geweest. Ik ben namelijk al zowat bij het hoogste gedeelte geweest. Ja, hier was ik. Toen klom ik hier naar boven. Klimde nog wel, joh. Je maakt gewoon je eigen Nederlandse woorden. Nee, maar toen klom ik hier naar boven toe. En toen ging ik hierin. Dat ging gewoon allemaal nog goed, in principe. Toen gebruikte ik dit. En nu moet ik even uitkijken met wat ik doe. This matches message is for all nog wat. Wat zit hierin? Een zak met rijst. Nou ja, GG. Oh, hier, dit moest ik hebben, ja. F. Oké, nice. We zitten nu het signaal te kapen. Oh, als dat een manier, als dat een nieuwe manier is van het signaal kapen. Oké, dan. We hebben 1 van de 17 klokkentorens bevrijd. Dus we zijn er denk ik nog wel een tijdje bezig voordat we ze allemaal bevrijd hebben. Oh, dit herken ik nog van Far Cry 3. Als je toen een klokkentoren bevrijdde, als het ware, was het ook zo. Je helpt, zeg maar, een soort van stadje ermee, als het ware. Zodat die klokkentoren weer kunnen gebruiken. Dat is tenminste wat ik me er nog van kon herinneren. Ik zie dat trouwens een stadje verwoest worden door een stel van die onderdanen van Pagamin. Dus ik, of Pagan, ik moet geen Paga zeggen, want het is namelijk iets heel anders, jongens en meisjes. Maar in ieder geval, dat is best wel awesome. Oh cool, we kunnen de kaart zien. En deze kaart ziet er veel beter uit als de kaart van Far Cry 3. Want in Far Cry 3 was het namelijk zo dat je gewoon van die zwarte icoontjes zag. Maar hier zie je dus gewoon echt de beesten op zich. En kun je ook gewoon zien wat voor beesten het zijn. Bijvoorbeeld de Aziatische wilde hond. Zoek en jaag op dieren in deze regio en gebruik hun huid in het menu maken. Dieren laten ook lokka's achter als ze zijn gedood. Maak een nette keel met korte pijlen of een mes
voor meer huid. Oké dan. Cool, ik ben tevreden. Missie voltooid. Fuck yeah, guys. Ik ben er hartstikke blij mee. Ik was namelijk al bang dat het weer niet zou lukken. Gratis bij handelspost. We kunnen nu een Uzi krijgen. En een Uzi is in principe een best wel... Oh, shit, joh. Fuck you. Had ik hem? Ik had het idee dat ik hem bijna had. Maar schijnbaar bleek niets minder waard te zijn. Ik wil even genezen, want hij heeft me namelijk aangevallen. We kunnen ook vaardigheden leren. Vaardigheden. Bij Far Cry 3 was het natuurlijk zo dat je zo dat touw kreeg. Maar hier kunnen we waarschijnlijk wel andere vaardigheden leren. Dus vaardigheden. Laten we even kijken. We hebben één vaardigheid erbij. Of twee vaardigheden hebben we erbij die we kunnen leren. Voor welke kunnen we gaan? We kunnen gaan voor moord van boven. Ja, oké, weet je, hartstikke leuk. We gaan ze gewoon allemaal leren. We moeten ze toch een keer allemaal leren. Dus dan kunnen we dat beter nu gewoon doen. En mesworp eliminatie. Onvoldoende vaardigheidspunten. Blijf XP verdienen. Oh, je bent twee vaardigheidspunten kwijt voor één. Oké, dat is in principe vrij logisch. Dan zal je voor deze waarschijnlijk wel... Oh nee, deze kostte twee. En deze kostte allemaal één, denk ik. Ja, maar dan moet je natuurlijk wel eerst de eerste hebben geunlocked, oké? Ik ga het hier belaten voor deze aflevering. Jongens, meisjes, ik wil jullie allemaal weer enorm bedanken voor het kijken van deze nieuwe aflevering van Far Cry 4. Hier op mijn gamekanaal Noem Maar Gamen. Denk je nou van, oh joh, maar ik vond dit toch echt wel een hele leuke aflevering. Het is zeker weten mijn blauwe duimpje waard. En ik kan niet wachten tot de volgende video. Dan kun je dus even een blauw duimpje achterlaten en hier in de reacties achterlaten of jullie alweer zin hebben in de volgende video. En of jullie misschien nog wat tips en tricks hebben. Ook al lijkt het me sterk, want er zijn nog niet heel erg veel mensen die deze game hebben geletsplayed. Kan natuurlijk wel. Ik bedoel, als je deze game een aantal dagen achter elkaar heel erg veel speelt, dan kun je hem natuurlijk gewoon uitspelen. Maar dat is natuurlijk niet hoe ik het doe, want ik wil natuurlijk lekker veel jullie upload, want ik vind het super awesome om te spelen. Dus jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende aflevering van Far Cry 4. En dan hoop ik dat jullie er allemaal weer zijn om daar ook weer van te genieten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later mensen.